met de grote verantwoordelijke man voor het project East Wave. Dat is een writers camp wat we hier hebben gedaan. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Voordat ik dat allemaal verklap natuurlijk. Mr. Zowo East. En daar ga ik ook nog een trackie van draaien. Uiteraard, uiteraard. En ja, eens eventjes kijken. Eigenlijk mijn eerste vraag aan jullie, de mensen die kijken. Ik zie dat Sean die kijkt mee, Ilse kijkt mee, Akram kijkt mee. En ik zag net nog iemand, Levi, kijkt mee. Jongens, wat houdt jullie allemaal nou een beetje bezig momenteel? Corona, thuis zitten. Momenteel hebben we ook nog een weekje vakantie. De meivakantie is momenteel bezig. Nou, volgens mij hebben we al een beetje 6 weken vakantie. Dus ja, wat moeten we daarmee? Hebben jullie vragen? Hebben jullie dingen van, nou, daar willen we het eigenlijk wel eens eventjes over hebben hier, inderdaad. Of vertel mij eens eventjes op Facebook of op Insta van wat jullie nou allemaal een beetje bezighoudt. Ilse, vooral veel kleding maken. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk alweer een leuke bezigheid inderdaad. Waarmee je jezelf lekker kan vermaken. Wat ben je voor kleding aan het maken, Ilse? We kunnen wel eventjes live gaan anders. Dan kan jij eventjes kort vertellen wat je daarmee doet. Mocht je daar geen zin in hebben, dan hoeft dat natuurlijk niet. Want ik heb ook nog weer genoeg... ik ga deze trouwens even naar beneden doen. Even kijken hoor. Dat moet kunnen. Want anders dan zien ze op Facebook ook dat hele... Even kijken, waarom doet hij het nou niet? Kijk, Ilse. Ja, live gaan met Ilse. Eens even kijken, dan moeten we de mic er eventjes bij aandraaien. Anders... Hey Ilse! Goed. Hoe is het ermee? Ja, ja, wel prima, rustig. Hoor je haar? Ja? Oké, ik ga jouw microfoon even een klein beetje harder zetten, Ilse. Want anders dan ben jij niet te horen op Facebook. Maar nu wel. Nee, saai? Is het saai? Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, het is op zich wel saai, maar ik ben een jurk aan het maken. Ik kan het even laten zien. Die ligt nu hier op de grond nu. Alright. Het wordt een Dolce & Gabbana jurk. Kijk. Gaan namaken. Wat op zich nog wel een challenge is, want ik heb alleen een foto waar ik het van moet doen. Oké. Okay. Dus dat wordt nog wel leuk, maar ja. Ja. Maar dan heb je in ieder geval, dan heb je wat te doen. Hè? Dat houdt je ook een beetje van de straat, zeg maar. Ja, dat is zo. Ja. Ja, die is er nu toch niet voor om naar buiten te gaan, dus... Nee, is absoluut waar, inderdaad. Ja, nee, dat klopt ook. En verder, ik zag je van de week zag ik je nog lopen ergens. Kwam je volgens mij van de skatebaan af? Zou best wel kunnen, ja. Ik probeer wel veel te longboarden en zo, een beetje actief te blijven. Ja, heel goed. Om wat te sporten. De eerste 5 weken bij mijn ouders gezeten. Oké. En nu in mijn appartementje. Relax. Dus, Beter in je appartementje dan bij je pa en ma? Of, nou moet je zelf voor je... Het eigen voor- en nadelen. Bij mijn ouders is het wel gezelliger. En hier is het wel rustiger. En kan ik meer mijn eigen ding doen. En mijn eigen tijden bepalen wanneer ik wakker word en zo. Ja, snap ik. Dus het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Snap ik inderdaad. En je moet natuurlijk nu zelf je eten koken en dat soort dingen allemaal. Zelf boodschappen doen. Ja, dus, ja hoort er allemaal bij, hè? Maar ja, goed. Verder vermaak je je dus wel en je bent nog gezond. Dus nou ja, goed. Dat is op dit moment het allerbelangrijkste, lijkt me. Dat is zo. Zo is dat. Nou, cool Ilse. Leuk je even gesproken te hebben. We houden het kort, want ja, ik heb maar een uurtje. Dus, en ik moet zo meteen alweer met een interviewtje verder. Dus thanks. En be safe, zoals we tegen iedereen zeggen de laatste tijd. En ik hoop je snel weer bij JC te zien. Ja, inderdaad. Yes? Goed. Ja, ook. Oké, dan. Nou, ciao. Doeg. Dat was onze Ilse. Even kijken. Nou wil ik dus ervoor zorgen dat dit hele pruteltje met... Want dat zien ze dan op Facebook ook. Ik zie hier op Facebook Nathan. Die wil ook wel live aansluiten. Ja, Nathan, maar dat kan niet op Facebook. Dan moet je op Instagram eventjes komen.
Daar zou het kunnen. Maar ook dat is lastig, want we moeten nog een aantal dingetjes gaan bespreken met een aantal mensen. Dus, wacht even. Ik moet even mijn geluid uitzetten van mijn computer, anders dan gaat dat weer mee. Nee, maar Nathan, sowieso leuk dat je even meekijkt. Jij bent gewoon aan het werk, 4 dagen in de week. Nou, dus je bent gewoon lekker bij Hotel, of nee, Hotel de Graafschap wou ik zeggen. Bij Ruimzicht ben je natuurlijk gewoon in de keuken aan het werk. Top, jongen. Lekker bezig. Nou, helemaal mooi. Hey, mensen, wat ik nog eens eventjes wil bespreken. Wie heeft er gisteren, en ik vond het wel aangrijpend, maar dat heeft meer te maken omdat ik een aantal jongens goed ken, die het van dichtbij hebben meegemaakt. Ik weet niet, wie heeft gisteren de documentaire over Jordi Latu Mahina gecheckt op NPO 3? Dat is 3,5 jaar geleden, is er een vergismoord geweest in Amsterdam. Jordi was een, ik ga me niet vergelijken met hem, maar hij was dezelfde soort jongen als ik. Feestjes organiseren, DJ, deed hele toffe dingen in Amsterdam, bekende jongen ook in Amsterdam. En zat in zijn auto, reed de parkeergarage in. En er komen 2 gasten op een scooter aan en die schieten hem dood. Zijn vrouw ernstig gewond en zijn dochtertje, hun dochtertje zat achterin. Wat achteraf een vergismoord blijkt te zijn. Ze hadden zich vergist in degene die ze moesten hebben. Nou, er was gisteren een docu op NPO 3 die ze daarvan hebben gemaakt. Waarin heel veel mensen aan het woord kwamen die hem goed kenden. En voor mij was het ook wel wat raars. Het was ik kende hem verder niet persoonlijk. Maar de avond dat ik... we waren even gepauzeerd.
Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where that bread. You go hold the egg, way to bring a check. When we talk, we collision call. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons heading off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw, stay tall. Oysters on the half jail, switch your ball. Life a bitch and the pussy feet. Still fuck the wall, I'm a dog, I'm a dirty dog. Ha 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 ha. Oh, dirty bastard, go in your jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Got the simmy in the hemi, going gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics, RJ Ruler damage, y'all. And I rap it, pornographic, beat set up the camera. Ooh la la, ah wee wee. Ooh la la, ah wee wee. Ah wee wee. Ooh la la, ah wee wee. Ooh la la, ah wee wee. And I got you covered, I'm busting. My brother's a runner, he crushing, it's no discussion. I used to be Munchkin, I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are plump for this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it something. Warmongers are dumping, a point and click at your pumpkin. You're suffering disruptions, so put your kids in the oven. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living my vida loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. Ooh la la, ah wee wee. Ooh la la, ah wee wee. Ooh la la, ah wee wee. Ooh la la. DJ, DJ. Run the Jewels. Ik zie in één keer nu wel weer waarschijnlijk. Ja, de kabel zat er niet helemaal goed meer in. Ja, dat heb je wel eens, hè. Nee, nou ja, goed. Dat dus. Wat ik nu eigenlijk eventjes wil introduceren. Ik zag dat Jesse Zoo ook al aan het checken was. Wij hebben... eerste weekend van februari hier bij JC een writers camp gehad. Daar waren rappers, producers. Nou, in eerste instantie was het het idee om alleen Oost-Nederland te pakken. Maar daar, dat werd wat uitgebreid en daar kwamen wat meer gasten bij dan we in eerste instantie gepland hadden. We hadden 6 studio's op een gegeven moment hier. We hebben normaal 1 studio. Maar we hadden allerlei lokalen hadden we omgebouwd tot studio. Daar heeft iedereen nou, zijn studio neergezet. Rappers zijn erbij gekomen, er zijn beats gemaakt. En uiteindelijk ja, zijn daar heel veel dope tracks uitgerold en uitgekomen. En daar ga ik het eigenlijk eventjes met Zoo, Mr. Jesse, over hebben zo. Want wat is het verhaal? Hij kwam hier. Van kunnen we wat samen gaan doen. En nou, toen had ik meteen geopperd van hey, laten we daar een writers camp van maken. Dus een heel weekend. We hebben ons een heel weekend hier eigenlijk opgesloten. En daar is dus eigenlijk daar zijn die tracks uitgekomen. En het project heet East Wave. Net zoals de New Wave we 3 of 4 jaar geleden hadden. Waar Lil Kleine, Ronnie Flex en heel veel gasten uiteindelijk best wel bekend door zijn geworden ook. Die hadden zich toen allemaal opgesloten op Schiermonnikoog. En daar hebben ze alles geschreven en bedacht. En uiteindelijk is daar een album uitgekomen. Nou, dat was eigenlijk ook een beetje ons idee. En ja, daar ga ik het even met Jesse over hebben. Ik ga eens eventjes kijken of
onze Jesse online is, dan ga ik hem eventjes uitnodigen. Ik zag hem net al wel voorbij komen. Yes. Even kijken. Yes. Verzoeken. Toevoegen. En dan draai ik even zijn mic open. Yes, yes, yes. Een hele goede avond. Een goede avond. Kijk, van, ja, het is live, hè. Dus iedereen kijkt s'avonds, neem ik. Zo is dat. Hallo. Hoe is het, maat? Ja, lekker, man. Ja? Jazeker. Goed zo, en met jou goed dan? Zo. Ja, ja, naar omstandigheden. Hè, niet meer kunnen draaien. Geen feestjes meer kunnen organiseren. Nou ja, goed, dat heb ik aan onze kijkers al een aantal keren verteld, inderdaad. Maar ja, goed, ja, dat is het, weet je. Dus en we maken ervan wat er van te maken is. En ja, veel online dingetjes, zoals nu, inderdaad. Online DJ-setjes. Ik ben nieuwe dingen aan het bedenken, inderdaad. Maar goed, ja, daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover, hoe gaat het met jou? Wat is, en hoe zijn de plannen en hoe gaat alles op dit moment met East Wave? En wat is East Wave? Laten we dat eens eventjes onze kijkers vertellen. Wat is East Wave? Oké. Dat vind ik een goede vraag. Ja, toch? East Wave is eigenlijk een platform voor dus artiesten uit Oost-Nederland, zoals je net al zei. Met name de Achterhoek. En wat wij proberen is door elkaars zeg maar following te combineren, zorgen we ervoor dat we iets neer kunnen zetten. En dat komt tot uiting in bijvoorbeeld het album dat we hebben gemaakt. Ja. Daarnaast in zeg maar events die we hebben georganiseerd in het verleden. Dus we hebben tot nu toe 2 events georganiseerd waarop al die artiesten zeg maar hebben opgetreden. En die hebben dan ook hun eigen following meegenomen. En daardoor is het nog best wel een groot event geworden, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. En zeg maar, ja, nu hebben we dus dat album gedaan, 1 weekend lang bij jullie opgenomen. En dat is eigenlijk het idee achter East Wave. Dus gewoon elkaars following combineren en proberen van iets, ik bedoel van niets, iets te maken. Ja. Met z'n allen. Ja, precies. Nou ja, ik denk dat dat op zich ook heel goed is gegaan. We hadden de studio's lekker vol. Ja, iedereen heeft denk ik zijn ding kunnen doen. En ja, wat kunnen we meer vertellen? Wanneer kunnen we, is de verwachting dat het album gaat uitkomen, inderdaad. We wilden natuurlijk, dat had eigenlijk allemaal al, de release had misschien al gekund, inderdaad. Maar ja, goed, doordat er natuurlijk 1,5 maand geleden de lockdown naar buiten kwam. Ja, toen stond de boel even stil. Dat was voor dit eigenlijk hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja, we hebben nu dat album gewoon liggen. Ja. De masters zijn eigenlijk af. Er moet nog 1 videoclip geschoten worden en een beetje bewerkt. En dan moet contractueel nog een aantal dingen met een aantal partijen geregeld worden. Waar ik achteraf misschien iets anders aan had kunnen doen. Maar zoals het er nu voor staat, denk ik dat het zo'n 2 maanden kan duren voordat het hele album online staat. Ja, precies. En daarvoor zijn dus al de videoclips uitgekomen. Ja. En dan inderdaad de release party, hè, die we ook aan het plannen waren. Nou ja, goed, dat zal even op zich laten wachten. Ja, ja, ja. Wat vind jij daarvan? Zou je wachten met de albumrelease totdat de release party mogelijk is? Of denk je dat ja, niet zo belangrijk is? Kijk, weet je, aan de ene kant, die tracks die liggen. Weet je, dus ja, je kan ze releasen, maar ja, of je ze nou deze week, volgende week of over 4 weken release, die tracks zijn fresh, weet je. Dus ja, dit is lastig, man. Ik, aan de ene kant denk ik van ja, wacht, maar ja, tot wanneer moet je wachten? Ja, dan ben je zo meteen 1 jaar verder en dan ben je 1 januari 2021, terwijl we het eerste weekend van februari 2020 alles hebben gerecord, weet je wel. Ja, ja. Dus het is een beetje jammer. En dan mag je misschien ook krijgen dat artiesten zoiets hebben van, ja, dit is niet meer hoe ik nu ben, zeg maar. Nou zeg maar, ja, dat weet je wel. Dus ik denk inderdaad gewoon releasen, clips die geschoten zijn eruit knallen. En kijken wat het doet. En dan kunnen we altijd nog de afterparty doen. We het in plaats van release party, maken we er een afterparty van, weet je, ja. Ja. Ja, een beetje op die manier. En ja, nou ja, goed, het ligt een beetje wanneer dat kan, hè. Want het idee was misschien om het een keer om het buiten te doen of tijdens een evenement of wat dan ook, inderdaad. Maar ja, goed, ja, dat is, ja. Ja, er zijn veel mogelijkheden, weet je wel. Dus we moeten even
moeten even kijken. Maar daarom... ik denk dat we daar sowieso wel op een gegeven moment uit gaan komen. Dat weet ik wel zeker, inderdaad, ja. Maar in ieder geval nog iets meer over dat album, zeg ja. maar. Dus dat album is eigenlijk tot stand gekomen omdat we in de Achterhoek merkten van... er zijn eigenlijk best wel veel artiesten. Dus in Lichtenvoorde heb je er een aantal, in Aalten heb je er een aantal. Vassenveld heb je er een aantal. Overal heb je ze zitten, Winterswijk, waar ik zelf vandaan kom, Doetinchem. Door dat allemaal naar één centrale plek te brengen, kun je ervoor zorgen dat je eigen luisteraars ook weer de luisteraars worden van andere artiesten. Ja. En zo kun je mensen, zeg maar, ja, zo kun je eigenlijk een hele scene neerzetten die er nog niet is. Precies. Dus er waren al losse stipjes, die stonden al op het papier, alleen de lijn moest er nog tussen getrokken worden. En die lijn die is nu getrokken. Ja. En ik hoop dat er nu ook nog wat kleuren, wat ingekleurd wordt, weet je wel, misschien komt er een andere krijt, verf, weet ik veel, gooi er van alles op en dan kunnen we kijken wat dat wordt, weet je wel. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ja, dat vond ik ook het dopen ervan, inderdaad. Hè. Daar hebben we natuurlijk toen ook al over gehad toen wij bij elkaar kwamen van... ja, hoe kan je er nou voor zorgen dat we meer animo hebben? Want ik bedoel, de focus ligt allemaal op de gastjes uit het Westen. En iedereen denkt van, oh, ik moet ook in het Westen zitten en ik moet daar alles doen. Of ik moet daar zijn, of ik moet daar vandaan komen om... ja, bullshit, weet je wel. Het is gewoon een collectief. En het was mooi laatst inderdaad wat ik ook tegen iemand zei. Toen ik moest draaien bij het voorprogramma van The Game. En toen stond er een gast in het publiek en die vroeg aan The Game van... ja, maar hoe ga ik bekend worden dan, weet je wel. Ja, toen, het was wel grappig dat Game daar ook op reageerde. En dat hij eigenlijk letterlijk zei, zo luister, ik kom uit Compton. Daar waren de mensen die het eerste naar mij luisterden. Toen ik groot werd in Compton, gingen gasten van Compton naar L.A. Toen gingen mensen in L.A. me checken. En zo langzaam wakkert dat vuurtje aan, weet je wel. En dat is met dit hetzelfde gewoon, weet je. Ik denk, als we dit op deze manier in het oosten neerzetten, gasten kijken ernaar, gasten luisteren. Dat is die gozer uit Aalten, dat is die gast uit Winterswijk, dat is die jongen uit Terborg, uit Doetinchem, weet je. Overal vandaan, ja, dat het dan op een gegeven moment dat oosten gewoon wat meer gaat leven en dat je ook weer mensen aanspreekt om inderdaad wat te gaan doen. En ik denk dat dat heel erg dope is. Exact, man, exact. Ja, en om dat dan metafoor inderdaad van dat vuur aan te houden. Als je zeg maar, stel, ik ben één Lucifer, dan is een artiest het oudste andere Lucifer. En eentje te boven is heel Lucifer, nog wel een eentje. Precies. En zo ga je naar dat grote haatvuur, zeg maar, in het Westen kun je. Misschien wel een soort lijntje uitzetten, snap je? Ja, ja en dan denk ik inderdaad van... Het hoeft nog niet eens in het Westen groot te gaan zijn, weet je wel. Maar nee. Dat je uiteindelijk ook ziet van... kijk nou opgezwollen, weet je wel. Gewoon guys uit fucking Zwolle, weet je wel. Die, wat mij betreft, er is nog nooit een crew... Nou, harder gekomen dan hun, ja. Weet je wel. En dat geldt voor een Jawad, wat ik nog steeds echt, voor mij gewoon een topper is gewoon, weet je wel. Kampen. Ja. Wat voor ding? Uit Kampen. Dat ligt dan 20 kilometer boven Zwolle, weet je wel. Maar goed, weet je, dat zijn zo van die dingen, weet je, daar komt het dan vandaan. En dat is dope, weet je wel. En dan denk ik van, ja, dan zie je dus, het maakt gewoon geen ene fuck uit waar je vandaan komt. Nee, precies. Als je maar een soort noise van maakt. Verband hebben of een soort van unity met z'n allen naar buiten treden. Ja. Ik denk wel dat dat key is, zeg maar. Ja. Maar we hebben wel gezien misschien met Piet Junior, die dan ook in Zwolle komt, die heeft het wel solo gedaan. Maar zoals je zegt, zeg maar, die guys van Opgezwollen, die zijn ook in een collectief gekomen. Ja. En die guys van Zo Moeilijk, uit Nijmegen bedoel ik, die zijn ook in een collectief gekomen. Ja. Ze zijn allemaal vanuit het oosten, ja, meestal in een collectief gekomen. Nee, daarom. En ik denk dat ook gewoon goed is. Zeker omdat je met z'n allen bent. Dus je kan elkaar gewoon ondersteunen en alles naar buiten brengen. Ik denk dat dat super vet is inderdaad. En de een heeft net wat jij zegt, die steekt een lucifertje aan. En dat is een soort, net als met corona, hè, kruisbesmetting. Ja, als één iemand het heeft, dan krijgen meerdere mensen het. En ja, zo moet het gewoon doorgegeven worden, weet je wel. En, ja, dat initiatief vind ik super vet, dat we dat vanuit het oosten, vanuit hier gewoon hebben kunnen doen inderdaad, ja. Ja, helemaal mee eens, man.
Dus, ja, en ik denk, nou ja, we zijn nu bij JC ook, nou ja, goed, omdat we natuurlijk nu in die corona-ellende zitten, zijn we ook allerlei nieuwe dingen weer aan het bedenken. Ook voor als we zometeen weer open mogen, wanneer dat ook zal zijn inderdaad. Dat we zometeen weer, en dat moeten wij ook een aantal dingen gewoon weer gaan doen. Ja, om de young guys ook te stimuleren om toffe dingen te gaan doen en zelf aan de gang te gaan, teksten te gaan schrijven en beats te produceren. En met de insteek, en daar had ik het vanmiddag nog met een aantal mensen ook over, van dat het niet altijd alleen maar om geld verdienen en fame is, maar dat je gewoon je emoties, je gevoelens en alles uit en gewoon iets neerzet wat gewoon dope is. Weet je wel? 100% man. Maar dat is, ja, ik wil niet in clichés vervallen, maar we weten natuurlijk allemaal dat mist in de Nederlandse scene, vooral nu. Ja. Het is gewoon eenheid vast, gewoon de muziek wordt gemaakt zodat het in Spotify playlist past, dat. In plaats van zodat het aansluit bij wat je echt wilt uitdragen. Ja. En dat is gewoon een cirkel die wil je natuurlijk doorbreken. Ja. Is een moeilijke challenge, maar we gaan het gewoon aan. Ja, en dat denk ik. Zeg het. Verder. Mensen in een groepschat, laat eens weten uit welk dorp of welke stad in het oosten komen tot nu toe de beste artiesten. Ik wil het lezen, want ja. Ik denk zelf dat het Winterswijk is namelijk. Oké. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, laat het weten. Ik weet zeker dat het Doetinchem is, natuurlijk. Maar goed, al die gasten die ik daarvan ken, die zijn nu allemaal, die wonen of allemaal in Utrecht of in, Terborg. Terborg-Olm! Terborg. Dus Terborg is Klein Ankara, hè? Ja. Zegt u dat, ja? Ja, daar wonen wel heel veel Turken inderdaad in Terborg. Maar goed, ja, die moeten ook ergens wonen, hè? Dus ja, ga lekker in Terborg wonen. Nee, maar weet je, ik... Ja. Ik denk dat er overal wel goede dingen gewoon gebeuren eigenlijk. En ieder plekje heeft wel, ja, hier zult dan zeggen al, ja, 90% Turk inderdaad. In ja, 90% Turk en de rest werkt bij Kaak. Ja, precies. De rest is inderdaad werkzaam bij Kaak, ja, precies. Nee, maar ik denk, ik weet het niet. Ik denk zelf, ja, Doetinchem, ja. Weet je, ik weet nog inderdaad, want toen wij met elkaar in gesprek kwamen, ik weet nog altijd dat inderdaad er een aantal gasten in Winterswijk altijd heel dope bezig waren, inderdaad. Wilco ken jij natuurlijk ook inderdaad, van hoe heette die tafel maar weer, de ronde tafel, of hoe heette die? Ja, de tafel van 11. De tafel van 11, ja. Dat was het inderdaad. Ja, ja, dat is bij mijn vader gemaakt allemaal. Man. Ja, precies, ja, hoe zit het? Ja, ja. Ja, dat weet je, daar ben ik vroeger met Ad. Je damn Skippy, daar was ik DJ van, zeg maar. Die woont nou in Amsterdam, heeft nou maakt filmmuziek en dat soort shit. Die is, maakt ook nog wel beats, maar die heeft zich echt op sound engineering en sound design vastgelegd, zeg maar. Ja, dat is iedereen zijn weg, toch? Daarom, dus dat doet hij nu inderdaad. Maar ja, weet je, ik denk, overal komt er wel hele dikke shit vandaan, inderdaad. Ik denk, en dat die krachten moeten gewoon gebundeld worden, klaar. Weet je? 100%, ja. Hey, maar ik heb een vraag aan jou, hè? Ja. Zeg maar, jij bent best wel nauw betrokken geweest bij de opkomst van Piet Junior, zeg maar. De grootste hype uit het oosten op het moment, zou ik willen zeggen. Ja. Misschien met Danny Apeldoorn is misschien... Met wie? Gaat het niet goed tussen hun twee? Dat zegt mij helemaal niks over wie je het nu hebt. Danny Apeldoorn zeg je niks? Nee. Nee? Nee. Oké, dus voor jou is de wel eigenlijk wel duidelijk. Ja, ja. Maar kun je misschien vertellen, wat denk je dat het maakt dat hij het wel flikt? Wat denk je dat het is? Nou ja, één, het is een jongen van het kamp. Het is een beetje de eerste rapper van het woonwagenkamp eigenlijk, weet je wel. Ik bedoel, op het woonwagenkamp ja, is rapmuziek nou niet de meest voor de hand liggende muziekstijl die geluisterd wordt. Zijn broer, Charlie de manager, is gewoon een slimme guy die gewoon op een hele slimme, sluwe, wil ik niet eens zeggen, maar gewoon op een slimme manier inderdaad ook bij een Ali B inderdaad terechtkomt. En bepaalde deuren gewoon open trapt in plaats van open doet en probeert te openen. Hij trapt ze gewoon open, weet je. Ja, en, ja.
Ja, ik denk dat is een stukje, ja, een stukje brutaliteit die ze ook hebben genomen, weet je wel. Ze, ja. Ze nemen het gewoon inderdaad. En ja, ja, wat Sultan zegt inderdaad. Piet ziet waar hij vandaan komt als een kracht en niet als een zwakte. En dat ik denk dat dat inderdaad... ja, dat is een ding. En hij is een van de weinigen natuurlijk, hè, van het woonwagenkamp. Ik boek hun nu... Of ik boek... Ik ken ze natuurlijk al lang. En hun hadden nog nooit een optreden gedaan. En ik zette ze toen op Hunterpop neer. Toen stonden ze meteen voor 3000 man... En ja, zo heb ik ze een beetje blijven volgen. Ook Willem H. toen ze nog onder Gypsy Mafia gingen, weet je wel. En, ja, maar je hebt Sultan ook al eens op Hunterpop neergezet, ja, of niet? Ja, afgelopen jaar inderdaad, ja. Ja. Oké, okay, nice man. Ja, ik had jou er graag neergezet, maar ja, dat gaat hem dit jaar niet worden, jongen. Ja, dat was Eastwave, was daar echt een mooi project voor geweest om die er neer te zetten, inderdaad. Maar ja, dat ja, maar je weet niet waar we in 2021 mee komen. Misschien kun je dan al helemaal niet meer om ons heen, zeg maar. Nee, dus, nou ja, dat, weet je. En ik denk, nou, 2021, ik mag er toch... Als alle berichtgeving een beetje goed is, dan is er in september met alle hoop is er een prikkie. En dan kunnen we gewoon in december, januari weer alles gaan plannen voor 2021. Ja, maar als het dan niet gebeurt tegen die tijd, dan kan ik er gewoon weer gezien. Ja, maar ja, ik denk dat dan heel veel organisaties en dat soort dingen ook zeggen van, weet je wat, dikke middelvinger, dit gaat hem voor ons niet meer worden. Ja, ja. Dat om nog even terug te komen op Piet, zeg maar. Ja, ja. Wat ik eigenlijk heel interessant vind, ik ken wel veel woonwagenbewoners of zo. Ja. Maar als je er nooit bij geweest, zeg maar, is het toch wel een soort van mysterie, zeg maar. Ja. Je weet van die mensen dat ze onderling altijd heel erg met elkaar zijn, weet je wel. En dat het wel een soort van aparte cultuur is. Klopt. Maar je weet nog niet precies wat er dan speelt, zeg maar. Je ziet het wel in de omgang en het taaltje. Ja. En het is wel een heel mysterieus wereldje waar je dan zeg maar, een soort van inzicht in geeft. Ja. En dat is wel echt een hele... ja, gewoon heel slim. En ik vraag me af in hoeverre hij... Ik denk dat hij ook zelf heel veel bij heeft gedragen aan die marketing, zeg maar. Om uit te dragen van, ik ben echt van het kamp, weet je wel. En dat ja, 100%. Ja, tuurlijk. Ik denk ook dat is ook zijn ding, weet je. Ik bedoel, dat heeft hij uitgestraald. En daar staat hij voor. En hij brengt ook clichés naar voren, hè. Zoals die statement of zijn eerste pokoe die hij dan uitbracht, waarin hij ook heel veel kritiek kreeg van woonwagenbewoners, waarop hij zich ging verdedigen. Waarop ik hem meteen een sms'je ook stuurde. Ik zeg, grap, jij bent artiest, jij bent de kunstenaar. Jij hoeft jouw art niet te verdedigen, weet je wel. Als mensen niet snappen dat jij clichés naar voren brengt en die eigenlijk op de hak neemt, weet je, dat is een lek van die mensen, dat zij niet snappen wat jouw slimheid en jouw muziek maakt. Ja, weet je? Je moet open-minded zijn, toch? Ja. Dat. En dat is het toffe wat hij juist wel doet, inderdaad. Hè? Zo van, we stelen allemaal, we jatten allemaal, we hebben allemaal een wietplantage achter in het schuurtje staan, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Dat zijn juist even die clichés naar voren brengen. Zo van, luister, zo zit het helemaal niet, weet je? Ik bedoel, ja, hij rapt, hij heeft een eigen autobedrijf, samen met zijn pa, het zijn allemaal gewoon mensen, ja, en net wat je zegt, het mysterie rondom een woonwagen. Kijk, ik woon er zelf achter en ik ken heel veel woonwagenbewoners inderdaad en ik ga er ook veel mee om. Zo kom ik natuurlijk ook bij Piet en zijn broer en zo ken ik die gasten ook. Maar, ja, heel grappig, want mijn nicht mijn collega van mij, die is dan weer zijn nicht, zeg maar. Oké, ja. Ja, nee. Nee, maar ja, zo weet je. Kijk, ze hebben gewoon een eigen manier van omgang. En een eigen manier van bepaalde dingen doen. Ja, nou ja, goed. Dat waardeer je wel of dat waardeer je niet. Nou ja, goed. En daar hebben zij scheid aan of jij dat waardeert of niet. Ja, dat is ook een beetje hun ding, weet je wel. Ze leven, dat is een beetje hun eigen dingetje. En ja, nou ja, net wat ik zeg. De brutalen hebben de halve wereld, weet je wel. En ja, dat zie je dan ook. Zo komen zij bij Ali B binnen. En zo wordt hij bij Trifecta getekend. En weet je? Ja. Even een hele kleine show dan tussendoor naar Bradley, man. Jij bent ook een king. En Ahmed, jij bent ook een soldaat, man. Ja, Ahmed. Lekker. Ja, toch. Hey, Maarten, wat ik zat te denken
Ik heb een trackie van jou klaarstaan. Die ik. Ik kan er twee draaien. Dan mag jij, gaan kiezen. Oké. Okay. Ik heb Bluff. Of Lockdown. Oh, Bluff. Ja? Bluff, man. Ja, sowieso. 100%. Dat is cool. Even kijken, wat heeft Wouter te melden naast de van waaruit hij heeft Piet Junior gewoon het talent en de skills? Ja, dat is ook zo, zeker. Maar goed, dat hebben er heel veel meer. Ja. En dat is tegenwoordig niet meer waarop dat is niet je... Wat het maakt. Dat is niet wat het maakt, nee. Maar hij heeft het wel, hij heeft het zeker. Ja, ja, ja. Oh nee, 100%. Anders was ik zijn DJ niet, weet je. Ik bedoel, we hebben het voorprogramma van The Game gedaan... Ja, dat doen we samen. En hij vraagt mij dan om zijn DJ te zijn, inderdaad. Juist omdat ik veel showtjes en veel dingen heb gedaan. Ja. En dat doe ik dan niet als dat niks zou zijn, inderdaad. Want dan denk ik ook van, nou, dan daar ga ik mijn tijd en energie niet aan besteden, natuurlijk. Dus nee, dat is zeker waar. Ja, hoe krijg je Danja als DJ? Ik wil het al 6 maanden weten, man. Kun je me uitleggen? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou ja, weet je, dat ontstaat. Dat is ook niet, het vragen, weet je. Kijk, ik heb natuurlijk, ik had vroeger mijn shows en ik was vroeger de DJ van Fata, die toen getekend waren bij Kraantje Papi, onder bankpioniers. En ik kreeg het te druk met mijn eigen gigs, met Yum Yum, met 5 gigs in het weekend. En dus ik had geen tijd meer om die dingen te doen. Dus ik heb daar heel erg op gefocust. En de laatste tijd ben ik daar gewoon weer veel minder mee bezig. Ja, en dan ben je veel met Piet bezig, inderdaad. En dan gebeuren de dingen. En dan krijgt hij wat showtjes, inderdaad. En toen hadden we al gezegd van, nou, als je grote shows hebt en daar moet een showtje neergezet worden, ook qua... Kijk, ik bedoel, iedereen kan gewoon een trackie aanzetten en hij kan dan spitten. Dus op een bruiloftje of ergens op het kamp waar die geboekt wordt, weet je. Daar gaan die jongens een USB-stickje erin. Maar voor shows, ja, had hij me gewoon gevraagd, weet je wel. En ja, dat vind ik gewoon tof om te doen. En ja, dat vind ik nog steeds wel. Alleen om echt te zeggen van, ik ben DJ van een MC. Nee, daar ben ik zelf als DJ nog te druk voor, weet je wel. Ja, je bent gewoon je eigen DJ. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een beetje denigrerend klinkt om te zeggen van, ik ben zijn DJ, zeg maar. Je wilt toch eigenlijk helemaal jij als ondernemer, je wilt gewoon je eigen... Ja, dat je wil je eigen dingen doen, precies. Dat ja. Is één. En twee is het, ja, ik heb daar de tijd ook gewoon niet voor, weet je wel. En ik vind het heel tof om, bijvoorbeeld als we inderdaad een release party van Eastwave zouden doen. Ja, daar zou ik gewoon de DJ van willen zijn, weet je wel. En dan gaan wij een showtje met elkaar in elkaar flansen. En dan zorgen we dat de DJ skills, dat er nog een beetje backspinning dingetjes in voortkomen. Ik ben nu toevallig thuis met DNS met een routientje bezig die, als het goed is, volgende week dan online ook komt, weet je wel. Ja, dat soort dingen. En dat wil je dan wel integreren in zo'n show, inderdaad. Ja. Ja, 100% man. Ja, ik denk dat we voor die release party inderdaad, dat we daar sowieso goed voor moeten uitpakken. Ja, dat denk ik ook. Ja, en ik denk zowel muzikaal te zien als, want onze volgfeest dat we hebben georganiseerd in Arnhem, zeg maar. Daar zijn nogal wat dingen misgegaan. Op een gegeven moment was er geen muziek meer, even een tijdje, weet je wel. Maar als het even een leveltje omhoog gaat, dan is het ook maar iets meer waarde voor het publiek, toch? Ja, toch, helder. Ja, man. Zeker, man. Nou ja, ik denk iedereen die nog kijkt en heeft gekeken inderdaad, of die het zometeen nog terugkijkt op de story. Ja, weet je, Eastwave, hou het in de gaten en ga die tracks. Wij gaan het ook vanuit JC natuurlijk gewoon delen. Het is ook een onderdeel waar ja, wij gewoon mee bezig zijn geweest inderdaad. En we willen het urban / hip-hop en het onderdeel rap produceren. Ja, gaan we ook zeker weer heel veel mee doen zometeen na de coronacrisis. En nou, daar ga ik jullie ook voor benaderen om jonge gasten gewoon... Ja, dat krijg je zelf, toch? Ja, precies. En ja, dat is het idee, weet je. En zo gaan we dat doen. En zo kunnen we weer young guys, young cats kunnen we weer inspireren om dingen te gaan doen. En zo moet dat gewoon een community gaan worden van niet alleen rappers, niet alleen producers, maar ook gasten die graffiti spuiten, designers,
kledingmakers, sneaker customizers, noem het allemaal maar op. Weet je wel, dat dat allemaal gasten bij elkaar zijn die één mindset hebben en dat is een hip-hop hart. Daar moet het uitkomen uiteindelijk, weet je wel. En wat je dan ook doet, als ik een house set draai tijdens een party, dan is de één ding wat je zeker weet, dat hoor je niet, maar de meesten weten, het komt uit een hip-hop hart. En dan maakt het niet uit of ik house sta te spinnen, maar dat is het, weet je wel. En dat geheel moeten we gewoon... wat Pipi Lankoes inderdaad zegt... ieder jaar, ja, tuurlijk moeten we ieder jaar gewoon moeten we die Eastwave collabo writers camp gaan doen. Ja man, ieder jaar moet daar gewoon een album van uit gaan komen. Thanks man, dat vind ik duizend door, man. Dat vind ik goed. Ja. Ja, maar er moet ook een klein soort alternatief zijn, waarin we ook zeg maar de beginnende artiesten echt iets kunnen laten doen. En daar moeten we natuurlijk ook even naar kijken. Dan hebben we natuurlijk ook geprobeerd, hè, tijdens de eerste keer inderdaad, om een paar young guys inderdaad. En dan zie je dat is nog moeilijk. En daar moeten we gewoon een apart onderdeel voor organiseren. Dat die jonge gasten die net beginnen, dat die geïnspireerd gaan worden door de ouderen. En daar een hele middag met hun kunnen gaan zitten, kunnen gaan schrijven, hun dingen kunnen gaan doen. En zo inderdaad uiteindelijk ook de Young East Wave, weet ik veel hoe je het dan wil noemen, weet je. Maar dat idee inderdaad. Oké, super dik man. Ja toch? Hey Daan, voordat we afsluiten. Yes. Ik heb nog twee dingetjes voor jou. Die kan ik naar jou toe sturen als je wilt. Ja, graag. Moet je me alleen even je adres sturen. Ik heb ook zwart. Moet je me even laten weten. Wij appen zo meteen wel even. Ik ben met een kwartiertje ben ik klaar met mijn uitzending. En dan gaan we even appen en dan krijgen we... Want als ik nou mijn adres hier op deze app... Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Dat nou, we hebben nog maar drie kijkers, dus... Nee, cool. Ik ga Bluff draaien. En, yes, lekker trekkie. En we keep in touch. En mensen houden East Wave in de gaten. En alles rondomheen. En dikke shit. Yes, thanks for having me, man. Bedankt, jongen. Yo, fijne avond. Rustig aan, jij ook. Ciao, ciao. Yo. Dat was Jesse Zowo. En wat we dus nu gaan doen, is een trekkie van De Beste Man draaien. Die heb ik hier klaar onder de knop. Zowo Bluff. Yo, het is altijd winter in de wijk. Geen geld in onze koude handen. Bezoek je papa niet in zoute landen, want daarvoor is er niet echt tijd. Denk maar dat ik bluff. Ey bro, bluff never. Kan je favoriete rapper stuk rappen, maar ik feature niet met kut rappers. Hoor ze zeggen dat ze drugs hebben, hoor ze zeggen dat ze guns trekken. Bro, wie praat met deze kluns effe, wie zegt hem effe je moet kunst brengen. Ze willen rocken met die band, ze willen poppen met die sterren. Ik zeg je sky is niet de limit, fuck around en ik ga verder, ey. East Garden Beats. Fuck around en ik ga verder. Ik heb niks te maken met die rappers, bitch ik doe het zelf. Fuck around en ik ga verder. Ik heb niks te maken met die rappers, bitch, ik doe het zelf. Yo, ik ben helemaal loesoe. Deze week heb mijn bitch ander loes, maar de volgende week is ze loesoe. Ze laat me weten wat ik goed doe. Bitches, ik kan van geen één houden. Vinkjes, man, ik geef ze twee blauwe. Voegen vlinders in mijn buik, brain power. Geef me even wat je liefde noemt, maar weet wel dat ik het geliefde noem. Ik noem het stroom, ik ben geen Pikachu. Oh, sorry schat, zo is het niet bedoeld. Ze wil weten hoe ik move, ze wil weten waar ik ren. Stuur die bitch een vol verzoek, ze accepteert me hoe ik ben. Ze zegt haar ex heet Nick, dat ze hem extreem mist. En ze zegt ze vond hem aardig leuk, maar dat is leuk en aardig net als ik. Nu heb ik niks meer laten, ben ik rich. Spend geen salaris op een bitch. Dus mijn eerste vrouw moet real zijn met me, zoals mijn vader met me is. Ey, het is altijd winter in de wijk. Geen geld in onze koude handen. Bezoek je papa niet in zoute landen. Ik heb geen benzine voor die reis. Denk maar dat ik bluff. Ey bro, bluff never. Kan je favoriete rappers stuk rappen, maar ik feature niet met kut rappers. Hoor ze zeggen dat ze drugs hebben, hoor ze zeggen dat ze guns trekken. Bro, wie praat met deze kluns effen, wie zegt hem effen je moet kunst brengen. Ze willen rocken met die band, ze willen poppen met die sterren. Ik zeg je sky is niet de limit, fuck around en ik ga verder, ey.
Zowo met Bluff. Ja, mensen, dan zijn we alweer bijna aan het einde van de uitzending gekomen. Maar nou lees ik net op Funix een leuk berichtje over jongeren krijgen de hardste klappen op de arbeidsmarkt. Nou ben ik wel benieuwd, we hebben nog maar een paar kijkers. En dat is dan misschien leuker om voor de volgende keer eventjes een dingetje over te gaan houden. Maar wat dus het verhaal is, wat ze zeggen. Jongeren en mensen met een bijbaantje worden het hardst geraakt op de arbeidsmarkt door de coronacrisis. Volgens onderzoek van het Intelligence Group zijn de gevolgen voor deze groep desastreus. 53% van de studenten en scholieren en 35% van de jongeren onder de 30 jaar geeft aan minder betaalde uren te kunnen maken sinds het begin van de crisis. Ter vergelijking, voor heel de Nederlandse beroepsbevolking geldt het slechts 20% van de mensen. De oorzaken, het feit dat het percentage onder jongeren zoveel hoger ligt, komt met name door de sectoren waarin ze werkzaam zijn, zoals de horeca, toerisme sector. De horeca of toerisme sector. Deze sectoren worden extra hard geraakt met alle gevolgen van dien. Daardoor hebben jongeren relatief vaker daarnaast hebben ze vaak een tijdelijk of een flexcontract. Ja, dat zijn inderdaad natuurlijk wel vervelende dingen. Ik zie dat we niet veel kijkers meer hebben, dus we gaan ook lekker afronden. Wat ik nog wel wil doen is nog één lekker trackie draaien van Drake en Future. Life is good, want laten we dat voorop zetten. Life is gewoon good. En klinkt wel heel vernederlands Engels. Maar die track ga ik nog eventjes draaien. En als die afgelopen is, dan zeg ik een hele fijne donderdagavond nog. Volgende week zijn we er weer. Geniet nog eventjes van je weekje niet naar school. Mocht je alweer naar school moeten, 11 mei. En zo niet, dan geniet er dan nog eventjes van. Want voor je het weet, denken we weer van, weet je nog, die coronatijd. En laten we hopen dat dat snel gaat gebeuren. Dat we dat weer kunnen, dat we dat kunnen gaan zeggen. Ik zeg een hele fijne donderdagavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. But said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. But Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh. I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh. Dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh. I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh. Granted, she was standing right there while I catch play on the brick. Ooh. I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh. I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh. Who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh. Too many convicts, they enrolled me to play in this shit. Ooh. Groundwork nonsense, get old summer spreading this bitch. Ooh.
They had the counter light lighting it up, nigga, hand it back, get it, ooh. I'm on a PJ lining it up, backwood full of sticky, ooh. I'm trying to tote that Drake or London, and it's extended, ooh. They got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit? Yes, yes, yes. Mensen, een hele fijne donderdagavond nog. En ik zie jullie volgende week. Peace out.